Crazy Facey. Hey, wat leuk dat jij kijkt naar de vierde aflevering van Time to Go. Het gezinsmoment van Opwek & Co. En ja, we hebben al 3 afleveringen gehad. Heb je die nou gemist? Geen enkel probleem, want je kunt ze terugzien op de site van Opwek & Co. Deze afleveringen hebben steeds naar Jezus gekeken. En we hebben gezien dat als Hij erbij is, dat er iets verandert. En vandaag kijken we naar de Heilige Geest, want die heeft daar ook van alles mee te maken. En dat is niet zo verwonderlijk, want het is natuurlijk bijna Pinksteren. Vandaag hebben we natuurlijk weer Make Some Noise Kids bij ons. Daar zit Isa, zij gaat voor ons dansen. We hebben vandaag Anne Schauk. En Anne Schauk is van Opwekking. En als je het over Pinksteren hebt, dan moet je natuurlijk iemand van Opwekking in je team van gasten hebben. Want zij is het hele jaar bezig met Pinksteren. En natuurlijk elke aflevering Bert Rijns, mijn vertrouwde gast in de studio. Bert is vader en opa, maar Bert is ook pedagoog en coach. En volgens mij coach je groepen en mensen alleen, dat klopt hè? Als je daar meer over wil weten, moet je op zijn site zijn. En weet je wat Bert gaat doen? Bert gaat tips geven bij de dingen die wij vandaag vertellen bij de geloofsopvoeding. Dus Bert is er speciaal voor ouders. Want dit programma gaat ook over geloofsopvoeding. En hier is het niet zo dat ouders vertellen en kinderen luisteren. Maar hier doe je het echt samen. En daar gaat Bert graag wat tips bij geven. Nou, voor we echt gaan beginnen, je hebt wat dingen nodig. Op de site kun je terugvinden wat je nodig hebt en daar vind je ook het werkblad. Zet dat even open met je laptop of print het uit. Dan heb je alles bij de hand. Onder andere heb je bijvoorbeeld een muziekboxje of je telefoon waar muziek uit kan komen nodig. En daar staat ook iets over een autootje. Je vindt het daar allemaal terug. Heb je dat nog niet klaargelegd? Dan is het nu even een moment om je filmpje op pauze te zetten. En dan zie ik je zo terug. Tot zo! Vandaag is het feest. En bij feest hoort taart. Maar bij dit feest hoort ook vuur. En niet alleen vuur en taart, maar bij feest moet je natuurlijk ook zingen. De meiden van Make Some Noise Kids, Isa, Reza en Miguela, staan voor jullie klaar. Doen jullie mee met Crazy Facey, want het is time to go! Make Some Noise Kids Live! Naar rechts.
accent. Slijt naar rechts, omhoog, omlaag, naar links, naar rechts. Omhoog, omlaag, naar links, naar rechts. Omhoog, omlaag, naar links, naar rechts. Wat een superleuk feestje is dat toch, met Make Some Noise Kids. Als je nou meer van hun wil zien, dan kun je een app downloaden op je telefoon. Er zijn allerlei liedjes en teksten te vinden, echt een aanrader. We gaan zo naar Anne Schauk, maar ik denk dat het goed is dat we eerst met elkaar bidden. Doen jullie met me mee? Lieve Vader in de hemel, Heere God, dank u wel dat u onze God bent, dat u van ons houdt. En dat we vandaag een feestje mogen vieren. Omdat u de Heilige Geest heeft gegeven. Heer, dank u wel daarvoor. En we willen bidden om een zegen voor alles wat we hier gaan doen. Heer, daar danken we u voor in Jezus' naam. Amen. Anne Schauk, wat leuk dat je er bent. We hebben het al een paar keer gezegd. We vieren vandaag eigenlijk dat het Pinksterfeest er is. De Heilige Geest. En jij werkt voor opwekking. En volgens mij vier jij een heel jaar Pinksterfeest. Want ben jij daar een heel jaar mee bezig? Klopt dat? Wat doe jij daar? Nou, als de Pinksterconferentie er is, dan vind je mij op het Kinderplein. Want ik ben daar verantwoordelijk voor. En met heel veel andere mensen ontvangen we daar duizenden kinderen. Dus jij bent degene die, als daar al die tenten staat, zorgt dat het allemaal goed loopt. En dat dat leuk is daarbinnen en dat soort dingen. Nou, dat doe ik gelukkig niet alleen, maar dat klopt. Wauw, gaaf. Hey, en als jij dan toch het hele jaar met Pinkster bezig bent, wil jij dan voor ons het Pinksterverhaal vertellen? Is het echt nog maar een paar dagen geleden dat de discipelen omhoog keken en zagen hoe Jezus in de wolken verdween? Dat Hij nu in de hemel is? Is het echt nog maar een paar dagen geleden dat Jezus tegen de discipelen heeft gezegd dat ze moeten wachten, dat als Hij er niet meer is, dat er iets bijzonders gebeurt. Dat heeft Hij ze beloofd. En nu zijn de discipelen in Jeruzalem en zitten ze binnen samen met hun vrienden. En Petrus is onrustig. Hij wil op reis. Ik wil gewoon naar buiten, zegt hij. Nee, zegt Andreas, we moeten wachten totdat er iets bijzonders gebeurt. Je weet dat Jezus dat heeft gezegd. Ja, dat weet hij eigenlijk ook wel. Hij loopt naar het raam en hij kijkt daar eens even naar buiten. Want het is een drukte van belang op straat. Het is namelijk Pinksteren. En uit het hele land zijn de mensen naar Jeruzalem gekomen om dat feest daar te vieren. Dan gebeurt het. Johannes zegt, voel jij dat ook? Het lijkt wel of het waait. Ach nee joh, zegt Jacobus. Maar inderdaad, er is een enorm lawaai als van wind dat door het huis heen gaat. Nee, zeg, zegt Jacobus, moet je kijken. Op de hoofden van de discipelen zijn vlammen zichtbaar. De vrienden tikken elkaar aan. Die hebben geen idee wat er gebeurt. Maar de discipelen weten, dit is het moment wat Jezus bedoelde. Maar de discipelen weten dat dit het moment is dat de Heilige Geest op hun komt, want dat staat in de Bijbel. En de discipelen die springen op. Ze voelen zich sterk, ze kunnen wel bergen verzetten. Ze doen het raam open, ze gaan naar buiten. En tegen iedereen die het horen wil, beginnen ze te vertellen over Jezus. Wat ze met hem mee hebben gemaakt. Wat hij hun heeft geleerd. En weet je wat zo bijzonder is? Dat iedereen het kan verstaan.
Zelfs al komen ze uit een heel ander land, spreken ze een andere taal. Iedereen kan verstaan waar de discipelen zo vol over vertellen. Over dat goede nieuws wat Jezus hen wil brengen. En die dag horen duizenden mensen dat verhaal over wie Jezus is. En duizenden mensen laten zich dopen. En als de discipelen aan het eind van de dag weer bij elkaar zitten, vol verwondering over wat er die dag allemaal is gebeurd, dan zeggen ze: eigenlijk is ons werk pas vandaag begonnen. Morgen trekken wij de wijde wereld in. Dankjewel, Anne-Sjouk, voor dit verhaal. Dit verhaal kwam uit de Bijbel. En we hadden het net al over vuur in dit verhaal. Maar je hoort dus ook dat er allerlei wind is. En wind zet van alles in beweging. En weet je, dat gebeurt ook in deze filmpjes. Grappig om te zien hoeveel kracht er in wind kan zitten. En over kracht, daar gaat het natuurlijk over vandaag. Over de kracht van de Heilige Geest. Over het Pinksterfeest. Hey Isa, we hebben het over de Heilige Geest. Als ik zeg Heilige Geest, waar denk jij dan aan? Ja, ik denk dan eigenlijk aan dat de Heilige Geest de naam bestaande is van Jezus. Die zeg maar in jou woont en dat de Heilige Geest eigenlijk het teken is dat Jezus altijd bij je is. Knap zeg, maar ook best wel een beetje lastig hè. Ik vind dat ook wel lastig om uit te leggen wat nou die Heilige Geest precies is. Kun jij daar iets over zeggen, Sjouk? Ja. Nou, kijk. Ik heb een paar sinaasappels. En Isa, ik heb een vraag aan jou. Als je ziek bent of je hebt griep, dan zeggen ze ja, je moet veel sinaasappels eten. En er moeten mensen sap voor je gaan persen en zo. Wat maakt deze sinaasappel nou eigenlijk zo gezond? De vitamines. Vitamines, oké. Okay. Ja. Nou, oké, okay, ik snij hem even door. Vitamines, wijs eens aan. Ik denk, daar begint het. Kijk, vitamines. Die zitten hier zeker in, maar je kunt ze niet zien. En toch werken ze iets uit, want het is gezond voor je. Nou, dat is met de Heilige Geest precies zo. Die zit in je, maar je kunt hem niet zien. En toch heeft hij jouw kracht. En die Heilige Geest die altijd bij je is, zoals Isa zei, die wil jou ook troosten. En die wil je beschermen. Als je nou een moeilijke keuze moet maken. Je hebt bijvoorbeeld niet zo zin, niet zo naar je zin op je werk. Is het tijd voor een nieuwe baan? Of als je in groep 8 zit, wat ga je volgend jaar doen? Dat zijn keuzes. Dan mag je weten dat de Heilige Geest die in jou is, jou wil helpen daarbij. Die jou gedachtes geeft om de juiste keuze te kunnen maken. Hey Anne-Sjouk, nou geef jij al allerlei ideeën over waar we de Heilige Geest bij zouden kunnen gebruiken. Maar nou ben jij elk jaar in die tent en met al die kinderen. Kun je ook een voorbeeld geven over wat er dan met de Heilige Geest in zo'n tent gebeurt? Hmm. Is dat er? Ja, een heel mooi voorbeeld. Vorig jaar was er een jongen van 8, 9 jaar die kwam binnen, chagrijnig, mopperen. En liet duidelijk merken dat hij er helemaal geen zin in had. Okay. En hij wiebelde op zijn banken en deed helemaal niet mee. Maar het programma begon en vorderde wat, we gingen zingen en er was een verhaal. En ineens stoot hij zijn begeleider die naast hem zat aan en hij zegt: we zijn hier in de hemel. Wow. Ik geloof
dat dat het werk van de Heilige Geest is. Als hij eerst zo geen zin heeft, moppert, dan is daar in hem iets gebeurd. En ik geloof dat Jezus daar heel dichtbij hem was en dat dat de Heilige Geest is die in hem is. Oké, dus als ik het goed nog even samenvat, dan is de Heilige Geest als vitamine in een sinaasappel die in je zit. En zoals dit verhaal vertelt en zoals jij eigenlijk ook al zei, dat er van binnen iets gebeurt waardoor er dingen veranderen. Die Heilige Geest helpt je. Aha. Zeg Bert, wij zoeken met z'n allen naar woorden en het is eigenlijk aan jou haar werk. Hoe doe je dit als ouder? Want dit lijkt me best ingewikkeld. Ik kan me zo voorstellen dat als kinderen hier vragen over hebben, dat je misschien helemaal niet weet wat je moet antwoorden. Heb jij als pedagoog een tip voor ouders daarbij? Hoe je dat doet? Het Pinksterfeest is, dat werd al gezegd, ook het feest van de vertroosting. De Heere God die gaf de trooster. En doordat hij de trooster gaf, weten wij dat we niet alleen zijn. Dat geldt niet alleen voor kinderen, dat geldt ook voor ons als ouders. Met Pinksteren is de trooster aan ons gegeven om ons ook in het opvoeden te ondersteunen. En er zijn er momenten in het opvoeden dat je het echt niet weet. Nou, het is niet alleen het feest van de vertroosting, maar ook het feest van de geruststelling. En ik wil je geruststellen. Ik ben nog nooit een kind tegengekomen die in de war raakte omdat papa of mama iets niet wisten. Dus wees gerust, je hoeft niet alles te weten. Tegelijkertijd blijf je als ouder wel verantwoordelijk. En als je iets niet weet, kan je tegen je zoon of tegen je dochter zeggen, papa of mama weten het niet, maar ik ga het uitzoeken. En misschien kan je me daarin helpen. Tegelijkertijd zijn er vragen waar je echt geen antwoord op weet. Snap jij hoe het kon dat Petrus op het water liep? Of begrijp jij dat je, als je als klas de hele tijd voor juf Annie hebt gebeden om maar beter te worden en ze wordt niet beter? Er zijn dus echt zaken, vragen die je hebt waar je geen antwoord als ouder op weet. En ik vind het zelf, en dat heb ik moeten leren door schande en schade, dat we op die manier ook aan onze kinderen kunnen laten zien dat wij als ouders van genade afhankelijk zijn, ook in het opvoeden. En als je het echt niet weet, dan helpt mij de gedachte dat als we alles bij de Heere God in de hand leggen, dan is het daar goed. Onze twijfel, onze gebreken, onze angsten. Want bij hem loopt nooit iets uit de hand. Mooi, dankjewel. Ik hoop dat jullie daar thuis ook iets aan hebben. Want dat kan in geloven best lastig zijn. Dat je niet altijd alles weet. En ik denk, Bert, dat we met deze tip echt wel iets kunnen. We hebben van alles gehoord, maar nu gaan jullie thuis straks aan de slag. En dat hebben we in twee opdrachten. De eerste opdracht is een luisteropdracht. Op de site vind je een aantal nummers over de Heilige Geest. En dan is het de bedoeling dat je het werkblad erbij neemt en met dat werkblad kun je een woordspin maken. Je luistert naar het lied en dan kun je de vragen beantwoorden en daar komen er woorden bij die gaan over de Heilige Geest. Nou, dat is weer zo'n denk- en praatopdracht en daarom hebben we er ook weer een doelopdracht bij gemaakt. We hebben gezien dat wind in beweging zet. Dus op de site vind je ook een opdracht waarbij je een autootje gaat maken met een ballon. En dat autootje gaat rijden op het moment dat de ballon leegloopt van de lucht. En daar kun je natuurlijk een heel leuk wedstrijdje van maken. Nou, ik stel me zo voor dat jullie daar best wel wat plezier aan gaan beleven en wij willen dat graag zien. Dus maak een foto, maak een filmpje en post hem op de social media van Opwekking Go. En mocht je nou vragen hebben aan Anne-Sjouk of aan Bert, mail gerust naar Opwekking Co. Dan geven we daar graag antwoord op. Bij deze hele serie hoort ook een spel. En dat is Triplo. Jezus in de hoofdrol. Wil je nou meer van dit soort verhalen, dan is het echt leuk om dat spel te spelen. Ook daar vind je voor alles terug op de site. En dan zijn we nu echt
aan het einde gekomen van de vierde, de laatste aflevering van Time to Go. Maar niet voordat ik jullie de zegen van God toewens. Jullie als gezin die deze serie misschien wel met elkaar beleefd hebben. De zegen van God is met jullie. En onthoud goed, als Jezus erbij is, dan verandert er iets. En het is de Heilige Geest in je die je daarbij helpt. En voor de laatste keer sluiten we vandaag af met: het is time to go. En tijd voor taart. Meiden, kom erbij, taart! Crazy, crazy, crazy. Yeah.